Hoi, ik ben Bo Popman en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik voor jullie een video die gaat over mijn 100 Got Talent TV-auditie. Allereerst dank je wel voor alle mega leuke reacties. Ik vond het super leuk en lief om al jullie lieve berichten te krijgen. Helaas kon ik niet op alles reageren, want het was zoveel. Maar vanuit hier, dank jullie wel allemaal. Een aantal weken geleden was ik dus op tv met mijn tv-auditie bij 100 Got Talent op RTL 4. En het was echt zo leuk om het jullie eindelijk te mogen kunnen laten zien. En ik vond het ook heel erg spannend wie jullie reactie was, maar die was super enthousiast. Daar ben ik heel erg blij mee. Na de opnamedag voor mijn tv-auditie heb ik uiteraard mijn camera voor jullie meegenomen en heb ik wat korte beelden gemaakt. Het is niet allemaal helemaal perfect en lekker uitgebreid zoals jullie van mij gewend zijn, omdat het best wel een drukke dag was. Een vermoeiende dag, alles was nieuw voor mij dus. Al met al ben ik er niet heel erg aan toegekomen om veel voor jullie te filmen, maar ik heb wel wat kleine backstage beelden gefilmd, dus kijk maar even lekker mee. We zijn er met de auto aangekomen bij de tv-studio's en je kan het hier al wel een beetje zien. Aan de borden overigens zie je 100 Got Talent staan, 100 Got Talent kandidaten en dat ben ik natuurlijk vandaag, super leuk. Dus ik ga me zo even melden, dan gaan we even alles checken, even kijken hoe het allemaal zit, wat de bedoeling is en dan ben ik heel erg benieuwd. Ik ga je lekker meenemen vandaag, dus veel plezier. En uiteraard ben ik hier vanochtend gekomen met mijn duifie. Ik heb natuurlijk ook nog veel andere duiven mee, maar ook met mijn schatje. En ik heb er heel veel zin in zo meteen. We gaan zo meteen klaarmaken. Alles even voor mezelf nog heel goed doornemen en dan gaat het straks beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Wel een beetje zenuwachtig, want ja, dit is natuurlijk toch het moment waar je naartoe hebt gewerkt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat gebeuren. Ik ga zo beneden ook even kijken of misschien andere kandidaten gaan spotten. Of misschien al andere mensen. En dan ga ik even stiekem overal kijken. Superleuk. Dus ja, ik ben dus nu bij de inschrijfpalie. Hallo. Hallo. Ik ga jullie meenemen in mijn magische wereld. Oké, en wat gaat dat doen? Ja, dat ga ik nog een beetje geheim houden. Het is allemaal heel erg spannend wat ik vandaag ga doen. Maar ik ga een hele bijzondere ervaring delen met jullie. Nou, in het dagelijks leven maak ik heel veel films online en vlog ik eigenlijk mijn hele leven. Dus vanaf dat ik naar bed ga, dat ik opsta, eigenlijk vlog ik mijn hele dagelijks leven. En dat is wat ik vandaag ook doe. Wat leuk, ik wil je succes wensen. Helemaal goed. Super, dankjewel. Nou, we gaan plaatsnemen, jongens. We zijn inmiddels weer wat verder. Ik heb net al een klein stukje opnames gehad en dit ging voornamelijk over het inschrijven, waarom ik meedeed, wat ik ging doen, wat ik ga laten zien. En dan moet ik even wachten. Ik heb al een deel van mijn outfit aan. Ik heb alleen mijn blouse aan. Ik heb lekker een broek aangetrokken, want anders is het een beetje koud buiten. Dus ik ben nu even lekker buiten, even lekker frisse lucht. En dan is het over een paar uurtjes gewoon tijd. Ik heb net al stiekem even in de zaal gekeken naar andere acts. En dat zag er super leuk uit, maar wel spannend natuurlijk met de jury ook. Dus ja, laten we hopen op het allerbeste. Ik ga nog even lekker buiten zitten en dan gaan we straks klaarmaken voor de act. Zo, we zijn inmiddels een hele tijd verder. De opnames zijn een beetje uitgelopen. Dus het is wat later als verwacht. Het is al best wel laat in de avond. Ik begin ook een beetje moe te worden. Maar als ik er maar denk dat ik straks mijn act mag vertonen, word ik er helemaal lekker vol energie. Zoals je hoort, hoor je iets op de achtergrond wat ik eigenlijk nog niet eerder heb laten zien in mijn video's. In ieder geval in deze vlogs voor jullie. En dat zijn mijn lieve loopeenden. Ik heb er ook heel veel zin in. Dus ja, super leuk. Ik heb ze net nog even wat water gegeven. Even lekker met ze geknuffeld. En dan kan ik alleen maar lekker afwachten en zometeen mijn act op de allerbeste manier doen en vertonen aan de jury zoals ik eigenlijk hoop. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Ik heb in ieder geval heel veel zin in en het is natuurlijk ook een hele leuke ervaring. Ik heb mijn outfit al aan en ik doe zometeen mijn jasje aan. Dus heb ik ook heel veel zin in. Zal jullie dan nog even een final look laten zien. Voor nu ga ik even lekker relaxen nog, want ik moet natuurlijk al mijn kracht voor sparen voor de act zometeen. En dan, ja, heel veel zin in. Ik ben Bo Popman, 18 jaar oud en ik kom uit Meppel. Wat ga je doen? Ik ga jullie vandaag meenemen in mijn magische wereld en ik heb 2 jaar gewerkt in deze act. En die ga ik vandaag jullie laten zien. Zo, dat waren een heel klein beetje backstage beelden. Helaas heb ik niks meer kunnen filmen. Omdat het gewoon nogmaals een hele drukke dag was. Een hele vermoeiende dag, omdat het best wel lang duurde. Maar al met al was het ook een hele leuke dag. En heb ik heel veel leuke andere kandidaten ontmoet. Mocht je overigens mijn auditie nog niet gezien hebben, check dan even het linkje die in de beschrijving staat. Dan ga je naar mijn Instagram toe en daar kan je mijn volledige auditie bekijken. En ben je nou benieuwd naar mijn allerlaatste repetitiefilmpje? Die heb ik op mijn YouTube kanaal gepost. Dus daarvoor kan je ook even het linkje in de beschrijving checken. Nu heb ik mijn tv-auditie afgesloten met 4 keer een ja. Daar ben ik nog steeds super blij mee. Alleen, hoe gaat dat nu verder? Die vraag is eigenlijk iets wat ik heel erg veel krijg van jullie. Van, ben je nu door? Ga je nu naar de halve finale? Wat is nu de bedoeling? Wanneer zien we je weer op tv? Dat is een vraag die ik echt super veel krijg. Dus vandaar deze video waarin ik jullie dat allemaal even uitleg. Het is dus zo dat 100 Got Talent dit jaar 7 auditieafleveringen heeft. En ik zat in de allereerste auditieaflevering. Er zijn dus dit jaar 7 auditieafleveringen en de laatste aflevering is te zien
10 oktober om 8 uur bij TV 4 Holland Got Talent, net als alle andere auditieafleveringen. En dit is dus de allerlaatste auditieaflevering, aflevering 7. Aan het einde van aflevering 7 gaat de jury bij elkaar zitten en gaan ze discussiëren over wie van alle mensen, dus de complete selectie van de 7 afleveringen, die 4 keer ja hebben gekregen, wie van deze mensen door moet. Dus kort en makkelijk gezegd, ik heb 4 keer ja gekregen, dus ik zit nu bij de selectie van mensen die eventueel naar de halve finale kunnen gaan. Dat is nog niet zeker. Er zijn dit jaar 2 halve finales en in elke halve finale zitten 8 kandidaten. Dat zijn dus in totaal 16 kandidaten die van de selectie eventueel door kunnen gaan naar de halve finale. Nu is nog wel even een klein dingetje dat bij deze 16 mensen daar ook de 5 golden buzzers in zitten. Dus eigenlijk vallen er al 5 plekken van de 16 af en er blijven dus nog 11 plekken over voor de mensen die in de selectie zitten voor de eventuele halve finale. De kans dat ik dus zo'n plekje krijg in de halve finale is niet heel groot, omdat er natuurlijk ook super veel ander talent is en heel veel andere mensen ook 4 keer ja hebben gekregen. Maar ja, we hebben gewoon de fingers crossed, we hopen het. Lijkt me super tof. Dus eigenlijk heel erg simpel gezegd, er zijn 16 plekken in de halve finale en de komende 7 auditieafleveringen van de Zalm Aantal zijn geweest, komen heel veel kandidaten te zien. En alle mensen die hier 4 keer ja krijgen van de jury, die komen in de complete selectie. De 5 golden buzzers gaan sowieso door naar de halve finale, dus er vallen 5 van de 16 halve finale plekken af. Er blijven er nog 11 over en die zijn voor de mensen die in de selectie zitten van de 4 keer ja. En daarvoor gaat de jury dus in de allerlaatste auditieaflevering, aflevering 7, overleggen. Ik hoop het super erg, omdat ik jullie nog heel veel andere dingen kan laten zien. Maar we gaan het afwachten en jullie zien het dus allemaal in de 7e auditieaflevering aan het einde, 10 oktober, 8 uur op RTL 4. Ik hoop dat het nu voor jullie allemaal duidelijk is en dat jullie nu ook allemaal snappen van hoe het zit en of ik nog een keertje op tv kom, of ik door ben. We gaan het gewoon allemaal zien. Ik ben heel erg benieuwd en ik hou jullie op de hoogte. Ga zelf ook lekker kijken en wie weet tot de volgende keer op tv. Who knows? Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En vond je hem wel leuk, doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. En ik zou het super tof vinden als je je onder abonneert op mijn kanaal. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!